Zoals je misschien al weet is het treinverkeer vanaf Dordrecht Centraal tot voorbij station Dordrecht-Zuid gestremd tot en met 6 november. Donderdag begonnen de renoveringswerkzaamheden aan het station. We zijn hier bezig aan het station om het toegankelijk te maken, om het veiliger te maken. Het was hard nodig, want het station was gewoon toe aan een opknapbeurt. Voor de omwonenden is het vervelend natuurlijk dat we hier dag en nacht aan het werk zijn. We doen dat wel ook in overleg met hen. We houden ook zoveel mogelijk rekening met ze. De piepjes van vrachtwagens als ze achteruit rijden gaat bijvoorbeeld uit 's nachts. Het heien van de nieuwe fundering, dat doen we niet, maar we schroeven die nieuwe fundering erin. Dus we doen dat in overleg met ze. En als ze zouden kunnen bouwen zonder overlast, zouden we dat zeker doen. Maar helaas is dat niet mogelijk. In de tussentijd rijden er bussen van en naar Dordrecht om de 1200 dagelijkse gebruikers van Dordrecht-Zuid alsnog op hun bestemming te krijgen. Ja, het was wel hectisch, want hij had ook volgens mij een kwartier tot een half uur vertraging of zo, de bus. En toen kwam er eigenlijk vervangend vervoer voor het vervangend vervoer. Dus dat was niet ideaal deze ochtend. Ja, 30 minuten extra reistijd hebben wij nu. Dus dat is heel irritant. En was hij op tijd geïnformeerd dat het dus met een bus moest? Ja, nee. Door mijn moeder. Ja, ik door vriendinnen die het ook weer kregen van hun moeder, zeg maar. Ja. Dus het is gewoon niet netjes. Ja. Ik hoef niet zo heel ver en het is allemaal zo gedaan. Dus, Is het ook goed aangegeven door de spoorwegen? Ja, ja. Ja, als je die app hebt van de spoorwegen, dan zie je het wel duidelijk staan. Iets vroeger van huis, denk ik. Ja, nou ja, gelukkig ga ik altijd eerst uit van tevoren naar de basic fit hier. Dus dan kan ik hier nog even makkelijk oppakken. Dus het is nog wel te doen, gelukkig. Ja, ja, het is wat het is. Er wordt wel wat geregeld in ieder geval. We komen goed, wel. Goed aangegeven, ook op station? Jawel, jawel. Ja, ja. Dat een paar weken lang nog, hè? Ja, op zich. Maar ik ben leraar, dus ik heb volgende week juist vakantie. Dus ik hoef nog maar één week en dan ben ik er weer vanaf. Gelukkig. Op 7 november rijden hier weer treinen over het spoor. En daarna gaan we aan de slag met de liften op het station. Want we willen dat toegankelijk maken. Dat is ook een opdracht van het ministerie. En dan volgend jaar komt er nog een nieuwe fietsenstalling. En eind volgend jaar zal alles hier helemaal af zijn.